Hoi en welkom bij deze video over SketchUp en in dit geval over schaduwen. Mijn naam is Maarten, ik wil je graag wat leren over een schaduwinstelling en eigenlijk zie je hem hier al, want hier gebeurt iets geks. Ik heb de schaduw aanstaan via deze knop of via Window en dan Shadows en dan deze knop. En deze toren doet iets niet, die ontvangt namelijk geen schaduw en die optie is er. En trouwens, hij geeft ook geen schaduw af. En die optie die zit verborgen in de Entity Info. Entity Info kan je vinden via View en dan, sorry, via Window, Entity Info of rechtsklik Entity Info. Als ik nou op dit object klik, dan zie ik dat deze geen schaduw ontvangt en geen schaduw afgeeft. Kijk maar, als ik ze aanklik, nou doet hij het wel en nou doet hij het niet meer. Ik kan ook ervoor zorgen dat deze helemaal een schaduw weggeeft. Dus dat kunnen in sommige gevallen hele leuke opties zijn. Ook gewoon om te zien wat gebeurt er als er een object in de schaduw staat. En wat als je die schaduw weghaalt. Misschien moet je iets bijlichten ofzo. Het is een optie, die is er. Is redelijk onderbelicht. En vandaar ook deze video's, zodat je net even wat meer proefjes leert. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Ik wens je een hele mooie dag en ga dit eens oefenen. Graag tot de volgende video. Tot ziens. Doeg!